Welkom iedereen vanuit een zonnig Nederland. Volgens mij is het hele Nederland zon overgoten. Fijn dat jullie er zijn bij deze webinar over de leerlijnen. En zoals we al ook hadden gemeld, het is een digitale herhaling van ook wat we hebben gepresenteerd op onze Loan studiedagen. Welkom aan Femke, die ook de leerlijnen mee de opzetter van heeft begeleid. Femke neemt het zometeen over. Het is zo dat Femke en ik hebben afgesproken, als jullie vragen hebben, stel ze vooral ook in de chat. Van tijd tot tijd is er echt ruimte om aandacht te geven aan de vragen. Dus we zullen dat zoveel mogelijk en zo goed mogelijk gaan bewaken. Mochten we niet toekomen aan jullie vragen, dan beloven we dat we dat achteraf ook nog gaan doen. Nou, volgens mij heb ik het zo wel gehad. En ik geef het. Kijk, er komen nog ondertussen een heleboel mensen naar binnen. Maar ik laat ze nog steeds toe. En Femke, ik geef het woord aan jou. Ja, dankjewel, Paulien. Nou ja, heel bijzonder. Wij hebben dit nog op de valreep voor de zomervakantie gepland. En we waren benieuwd of er animo zou zijn. Dus we zijn eigenlijk blij verrast dat er zoveel mensen willen aanhaken. Ik ga eigenlijk twee dingen doen. Ik heb straks natuurlijk wat slides die ik met jullie ga doorlopen en ga presenteren. Maar ik wil eigenlijk beginnen om even een filmpje te laten zien. Wat is opgenomen door van Marieke Postma, die heel kort toelicht wat het idee en de aanleiding is geweest voor het ontwikkelen van nieuwe leerlijnen. En dat licht ik dan daarna uitgebreider toe. Dus ik ga mijn beeld nu delen, mijn scherm delen. We hebben het net geoefend, dus als het goed is, gaat het goed. Paulien, je ziet dit, denk ik. Hij gaat goed. Ja. Wij zijn hier in een nieuwkomersklas in Burg. En in deze klas zitten kinderen van heel veel verschillende landen, die veel verschillende talen spreken. En de ene 9-jarige Turkse leerling is wel naar school geweest. En de andere Eritrese 9-jarige is wel naar school geweest. Dat betekent voor een leerkracht ontzettend veel verschillen. Differentiëren in aanbod, differentiëren in werkvormen. En hoe je dat aanpakt, ja, daarvoor hebben we die sterke leerkrachten nodig in het nieuwkomersonderwijs. Loan kregen we heel veel vragen vanuit het veld in de afgelopen jaren. Maar wat is dan precies de inhoud die je moet aanbieden? Want je moet het altijd aanpassen voor het kind. Welke vaardigheden beheerst hij wel? Welke vaardigheden beheerst hij niet? En wat doen we met de vaardigheden die het kind al heeft vanuit eigen land? Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Een groep van 8 directieleden en IB'ers van verschillende scholen zijn samen met het ITTA aan de slag gegaan om leerlijnen te ontwikkelen per vakgebied. Ze hebben gekeken welke competenties, welke vaardigheden moet een leerling al beheersen. En welke zijn weer voorwaardelijk voor de volgende stap. Daarna heeft een klankbordgroep van 30 mensen uit het veld hier ook weer naar gekeken. En is er natuurlijk weer een verbeterslag gemaakt. Wij hopen dat deze leerlijnen jullie het inzicht geven om dit passend aanbod vorm te geven. Maar let op, blijf alsjeblieft heel goed kijken naar de leerling. Deze leerlijn is niet een trap. Het is een dynamisch proces. Soms neemt een kind kleine stapjes in vaardigheden en dan opeens een sprong. En soms neemt een kind alleen maar sprongen. Dus blijf heel goed kijken naar de leerling, zodat je een goed aanbod kan neerzetten. Ja, ik stop hier het filmpje. Ik wil jullie vooral ook verwijzen naar de website. Want daar zal ik dadelijk ook meer over vertellen. Daar komen dus straks veel meer materialen te staan. En daar staat onder andere dit filmpje. Maar ook 2 korte animaties. Die ook inlichting of inzicht geven in hoe we met die leerlijnen willen gaan werken. Dus daar verwijs ik jullie graag naar. Nou, voor deze webinar ga ik nu
over naar mijn PowerPoint-presentatie. En zoals Bodien net al zei, als er tussentijds echt specifieke vragen zijn bij een bepaalde slide, zet het in de chat. Bodien houdt het in de gaten. En dan kunnen we namelijk direct beantwoorden op die vraag. Bodien. Ja, en ik kom er nog even tussendoor, want nog een collega van Loan is ook aangehaakt, Saskia Lambrechts. Dus die gaat ook samen mee de chat beheren. Saskia, als je even wat zegt, dan kom je boven in beeld. En dat is wat makkelijker, dat weet ook, kan ook iedereen jou zien. Ja, hallo, hier ben ik. Ja, hartstikke fijn. En dus samen gaan wij over de chat. Prima, start je filmpje, Femke. Ja, en ik zie al een vraag over de Loan. Het is op loan.po en dan /leerlijnen. Dus, ja, we delen zo eventjes de link die in. Die komt ook nog wel in mijn PowerPoint, denk ik, voorbij. Dit is de verkeerde. Excuses. Hebben we het net geoefend? Ja, dit is de juiste. Heel kort even. We zijn dus al een tijdje bezig met het uitwerken van leerlijnen voor het nieuwkomersonderwijs en het primair onderwijs. En het ITTA was eerder betrokken bij het uitwerken van leerlijnen voor het voortgezet onderwijs. En op die manier zijn we eigenlijk bij dit project betrokken geraakt. Het is werk in uitvoering. We zijn er nog hartstikke druk mee bezig. En het is dus ook een groeiend project. En wat belangrijk is, is dat ik eigenlijk alleen maar een beetje de overview in zicht houd. Dat ik een beetje dat ik meedenk vanuit de expertise vanuit het ITTA. Maar dat juist een hele grote groep van experts vanuit Loan de concrete invulling geeft aan die leerlijnen. En dat we met elkaar in heel veel discussies en werkbijeenkomsten hebben nagedacht, hoe moet dit nu vormgeven? Dus dit is de werkgroep. Dat is belangrijk om te vermelden, want ja, juist deze mensen hebben het eigenlijk gedaan en ik mag het nu presenteren. Nou, wat ik in deze webinar aan bod wil laten komen is in eerste plaats even kort de aanleiding en de doelen van dit project. De uitgangspunten die we hebben gekozen bij de uitwerking van die leerlijnen. De concrete uitwerking dan vervolgens. En dan ook kort even vooruitblikken naar het vervolg van dit project en wat jullie allemaal nog kunnen verwachten. Nou, de aanleiding is eigenlijk geweest, zoals Marieke net ook al in het filmpje aankaarten, is dat er een aantal knelpunten werden ervaren. Dus in de eerste plaats werd er geconstateerd dat er een verschil is tussen de gestelde doelen en de doelen die dan ook daadwerkelijk behaald werden. Dus in hoeverre passen de gestelde doelen nu ook daadwerkelijk bij dat wat er haalbaar is in het onderwijs. En ook de constatering dat sommige scholen veel hogere doelen behalen dan andere scholen. Dus dat er ook heel veel verschillen tussen scholen waren. Een andere constatering was dat er vooral heel erg gewerkt werd vanuit toetsdoelen. Daar kom ik later in de webinar nog dieper op terug. Maar dat die toetsdoelen iets heel anders zijn dan leerdoelen. Dus het werken vanuit een toetsdoel, een leerling moet een DLE van 5 halen na een aantal weken, is een heel ander doel dan dat je weet welke leerstofdoelen, welke inhoud moet ik nu daadwerkelijk aanbieden. Dat maakt eigenlijk ook lastig om over nieuwkomerscholen, maar ook binnen nieuwkomerscholen, goed te kijken hoe ontwikkelen leerlingen zich nu eigenlijk en wat kunnen we nu verwachten. Dus er is weinig uniformiteit, dus ook dat was een doel van dit project, om te kijken, kunnen we niet zorgen dat we een soort uniformere werkwijze ontwikkelen, zodat we meer kunnen monitoren, wat kunnen we nu verwachten van leerlingen en hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op een hoger niveau krijgen. Nou, en een ander punt is dat er heel veel in de oude leerlijnen waarin toetsdoelen werden nagestreefd, dat er heel veel verklarende factoren werden genoemd. Maar ja, die zijn nogal divers. En het is ook vrij divers hoe je daar mee om kunt gaan. Dus ook daar hebben we naar gekeken, kunnen we het aantal
factoren waarop we leerlingen indelen op leerlijn niet beperken en daar, zodat het wat eenduidiger wordt. Nou, en wat ik net al zei, we zien dat er heel veel variatie is tussen scholen. Nou, en als we kijken naar het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs, is het natuurlijk fijn dat we met elkaar een soort gezamenlijke taal gaan spreken. Dus dat is een belangrijk doel ook van dit project. En een ander aspect is, ja, daar zitten we altijd mee in het nieuwkomersonderwijs, dat er altijd enorme wisselingen zijn in leerlingpopulaties, in vluchtelingenstromen, in teams. Daar zitten we denk ik dit jaar met z'n allen weer middenin. We hebben nu weer een hele andere leerlingpopulatie dan een aantal jaar geleden. We hebben een enorme toestroom, daar moeten we allemaal weer mee omgaan. We hebben meer leerkrachten nodig, die misschien wat minder ervaring hebben in het nieuwkomersonderwijs. Dus hoe kunnen we nu handreikingen ontwikkelen, zodat ook nieuwe leerkrachten aan de slag komen in het nieuwkomersonderwijs. Dus dat was eigenlijk dat waren de punten die vanuit LOAN zijn aangedragen. En die hebben geleid tot een projectaanvraag en dit project. Nou, als we dan kijken naar de wensen en doelen die vanuit het project gesteld zijn, is dat we dus eigenlijk zoeken naar een ontwikkeling van een meer uniforme en landelijke leerlijn, zodat we met elkaar een soortzelfde taal gaan spreken. Dat we ook kijken hoe leerlijnen en doelen en toetsdoelen meer gekoppeld kunnen worden aan het aanbod. En dat we dat ook kunnen monitoren. Het idee van de leerlijnen is ook dat we het inzicht vergroten in de vaardigheden van leerlingen. En daarmee rekening ook houden met de ervaringen die leerlingen al vanuit hun thuistaal hebben. En dat we handvatten bieden om keuzes te maken in het aanbod. Dus dat je goed bedenkt van, goh, ik heb bepaalde doelen voor de komende periode. En welk leerstofaanbod past daar dan bij? En hoe kan ik dan ook evalueren of ik dat doel bereikt heb? Nou, en als laatste is het het doel dat we natuurlijk nooit iets willen opleggen. Dat doen we niet in het onderwijs. Maar dat het wel een werkwijze is door individuele scholen op maat is in te zetten. Dus het is een soort globale, algemene werkwijze die je voor je eigen school kunt invullen. Maar daarbij willen we scholen natuurlijk wel zoveel mogelijk handreikingen bieden, zodat het makkelijk te doen is. Nou, en daar zitten we ook middenin. Daar zijn we nog druk mee bezig. Nou, dan heel kort even om te laten zien hoe we dit project hebben gefaseerd. We zijn al een tijdje bezig. In de eerste fase hebben we vooral heel erg nagedacht. Eigenlijk is dat fase 0, die ontbreekt aan deze slide. Fase 0 hebben we vooral heel erg met elkaar van gedachten gewisseld. Van hoe zien we dat nu eigenlijk voor ons? Wat willen we? Wat denken we dat nodig is? Toen zijn we vervolgens gaan kijken, laten we dat dan uitproberen op 3 domeinen, 3 vakgebieden. Die zijn als eerste uitgewerkt. Vervolgens zijn die domeinen voorgelegd aan een klankbordgroep. Die hebben daarmee in de klas gekeken, hoe werkt dit nu precies? En we hebben feedback ontvangen en die vervolgens weer verwerkt. Dus dan zitten we in fase 2. We hebben de feedback op de leerlijnen verwerkt en we zijn nu ook inmiddels weer bezig met de uitwerking van andere domeinen. En gaan dan ook daarop weer kijken welke feedback we krijgen. In de derde fase, dat hebben we dus nu al voor 3 domeinen gedaan, zijn we doorgegaan met de vormgeving. Hebben we goed over nagedacht in overleg met een vormgever. En we kijken nu ook welke hulpdocumenten nog verder nodig zijn. En eigenlijk is de komende periode vooral de fase 4... implementatie van al de beschikbare domeinen, de beschikbare leerlijnen. En ook daarna zullen we steeds weer kijken welke aanscherping is er eventueel nog nodig. Hè? Dus in deze fase zitten we eigenlijk nu. We zijn druk bezig met allerlei vormgeving en uitwerking van documenten. En ondertussen groeit de website geleidelijk. Nou, als we kijken naar leerlijnen hebben we in de eerste fase, in die nulfase, dus eigenlijk in eerste instantie vooral nagedacht, wat vinden we dan belangrijk? Hoe zien we dat nu eigenlijk voor ons? Hoe verhouden leerdoelen zich nu ten opzichte van allerlei andere aspecten in het onderwijs? Nou, en eigenlijk is de spinnenweb die SLO
vaak hanteert van de Aker, heel bruikbaar. Want als we kijken naar dit spinnenweb, kun je bedenken van als je nu iets anders, iets gaat veranderen in het onderwijs, dus nu zijn we bezig met leerdoelen, dan zal dat beweging tot stand brengen. Dan moeten we ook gaan nadenken over allerlei andere aspecten in het onderwijs. Dus als we de leerdoelen anders gaan vormgeven of anders gaan benoemen, gaan formuleren, zal dat ook effect hebben op hoe we de leerinhoud en de leeractiviteiten in het onderwijs gaan vormgeven. Vervolgens willen we ook steeds weten, behalen we dan die leerdoelen? Dus als we met die leerinhoud en leeractiviteiten vormgeven, als we dat gaan toetsen, behalen we daarmee dan ook die leerdoelen. Daarvoor is toetsing. En als we kijken naar toetsing, is het belangrijk om ook steeds in gedachten te houden van ja, maar hoe komt het dan dat we bepaalde leerdoelen met leerinhoud en leeractiviteiten wellicht niet behaald hebben? Ligt dat eraan omdat we onvoldoende tijd aan bepaalde leerdoelen hebben besteed? Is de leeromgeving niet optimaal geweest? Hebben we de groepjes niet goed vormgegeven? Kunnen we nog iets veranderen aan bronnen en materialen? Kunnen we iets anders inzetten? En als we ook kijken naar het vormgeven van het onderwijs, weten we ook wie welke rollen heeft en hebben we de taken binnen het onderwijs goed ingedeeld of verdeeld? Dus nou ja, als we kijken naar het plannen van leerlijnen, hebben we steeds in ons achterhoofd gehouden van we formuleren nu leerdoelen, maar tegelijkertijd weten we ook dat het om een veel groter spectrum gaat. We moeten eigenlijk dat hele spinnenweb goed in ons achterhoofd houden. Dus wat we hebben gedaan, is keuze gemaakt voor een aantal domeinen, zoals ik net al zei. Dus we zijn in het begin gaan kijken van welke domeinen vinden we dan nu het meest handig om mee te beginnen. We hebben gekozen voor het domein technisch lezen, voor het domein rekenen en het domein mondelinge taal. En we hebben leerstofdoelen of inhoudsdoelen, aanbodsdoelen geformuleerd die de leerroutes voor verschillende leerlingen beschrijven. Ja, en dan is altijd een, dit is één van de cycli die je kunt hanteren. Maar het is altijd fijn om dan te bedenken, oké, wat doen we dan met die doelen? We willen natuurlijk met die doelen keuzes maken in het onderwijsaanbod. We willen op basis van die doelen ook kijken, wat zijn de verschillen tussen leerlingen en hoe kunnen we differentiëren? Zien we ook dat de leerlingen vooruitgang boeken? Gaan ze vooruit? Zoals we hadden bedacht, of moeten we andere keuzes maken op maat? En moeten we ook kijken of bijvoorbeeld bepaalde intensivering van het aanbod nodig is? Of kunnen we bij bepaalde leerlingen versnellen? Ook een heel belangrijk aspect waar we aandacht aan besteden. Dus als we kijken naar de uitwerking van de leerlijnen, hebben we eigenlijk dit model gepakt, deze werkwijze. Waarvan we zeggen van, nou ja, we hebben verschillende periodes en die kunnen per school ook verschillen. Dus we kwamen er al achter, sommige scholen werken in periodes van 3 of 3 periodes, andere werken in 4 periodes binnen een schooljaar. Maar dat maakt eigenlijk binnen onze uitwerking niet heel veel uit. Het idee is dat je leerdoelen hebt en die leerdoelen die kun je zelf faseren in verschillende periodes. Wat wel belangrijk is, is dat we steeds bedenken, oké, we willen een leerling in die periode van het nieuwkomersonderwijs zo goed mogelijk voorbereiden op de uitstroom naar het regulier basisonderwijs. Dus dat is het uitgangspunt. En als we dan kijken naar de leerdoelen, zeggen we ook, het is een cyclisch proces. Leerdoelen komen steeds weer terug gedurende al die periodes. En die leerdoelen worden steeds beter beheerst, worden steeds beter eigen gemaakt door die leerling. Dus dat hebben we ook grafisch proberen vorm te geven op deze manier. Dus een leerling begint aan het begin met een aantal leerdoelen en breidt die leerdoelen steeds verder uit. En dat is een cyclisch iets. Die leerdoelen komen steeds weer terug, worden steeds beter en dieper verworven. En er komen ook steeds meer leerdoelen bij. En wat dan belangrijk is,
is om dan steeds per periode te kijken welk leerstofaanbod past daar dan het beste bij. Hoe kunnen we die leerdoelen zo goed mogelijk behalen? Nou, hoe we vervolgens zijn gaan uitwerken is door te kijken naar allerlei bestaande brondocumenten. Er zijn natuurlijk allerlei documenten beschikbaar waar al heel veel mensen over na hebben gedacht. En die hebben we gebruikt als basis en inspiratie. Dus doelen voor de nieuwkomers die er al lagen. Doelen die er vanuit het SLO op een rij zijn gezet. De tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands. Ook de doelen van CED-groep. Nou, er zijn allerlei verschillende doelenlijsten die we hebben vergeleken. En hebben gekeken van nou, deze doelen lijken ons voor het nieuwkomersonderwijs het meest relevant en het meest geschikt. Dus we hebben steeds gekeken, hè, welke doelen kiezen we en hoe vertalen we die dan vervolgens ook naar het nieuwkomersonderwijs. Wat belangrijk is, is om te zeggen dat sommige leraren al zeggen van ja, maar die doe ik eigenlijk al in het onderwijs. Nou, dat is hartstikke goed. Het is vaak ook zo dat de doelen die we nu op papier hebben gezet, vaak beschrijven wat ervaren leraren eigenlijk al vaak doen, maar heel impliciet. Het idee daarvan is dat we, als we het nu expliciet op papier zetten, is dat beginnende leerkrachten of beginnende leraren in het nieuwkomersonderwijs ook handvatten hebben om aan de slag te gaan. En een ander punt is dat we die doelen zo hebben beschreven dat we zo hoog mogelijke doelen beschrijven voor een goede doorstroom naar het regulier onderwijs. En door te kiezen voor een formulering die in het regulier basisonderwijs gehanteerd wordt, hopen we ook dat er een aansluiting is bij het regulier onderwijs, maar ook bij die scholen die af en toe maar een enkele leerling in het regulier onderwijs opvangen, zodat de vertaling makkelijker te maken is. Ja, en een ander punt waar we heel erg de nadruk op leggen in de uitwerking is dat die doelen steeds voortbouwen op de kennis en vaardigheden van leerlingen die ze al eerder in eerder onderwijs en in de thuistaal hebben opgedaan. Dus wat we heel erg belangrijk vinden om te benadrukken is dat leerlingen niet van nul starten. Ze hebben al heel veel kennis en vaardigheden. Dus proberen ook steeds te kijken bij de start welke kennis en vaardigheden kunnen leerlingen inzetten bij het leren in het Nederlands onderwijs. De keuze voor de leerdoelen heeft te maken dat we heel erg hebben gekeken naar wat beheerst een leerling dan. En daar zijn we ook nog over aan het nadenken, dat we heel erg kijken van goh, een leerling kan iets al heel grondig beheersen of misschien een beetje en heeft nog extra aandacht nodig. Maar we hebben alle doelen zo beschreven dat het concreet en observeerbaar is. Afhankelijk van het domein, dat we ook zeggen van het moet meetbaar zijn. De leerdoelen moeten ook voor leraren aansprekend en herkenbaar zijn. En vervolgens zijn de leerdoelen ook verder gespecificeerd naar de nieuwkomer. En dat hebben we gedaan door steeds uitstapjes te maken van goh, als een leerdoel voor een bepaalde leerling in het regulier onderwijs geldt, wat zijn dan de aandachtspunten voor een leerling in het nieuwkomersonderwijs? Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Wat wel heel erg belangrijk is, is dat we ook heel erg na hebben gedacht over het feit dat een leerlijn absoluut nooit een afvinklijst moet zijn. Een leerlijn en leerdoelen zijn doelen die cyclisch aan bod komen. Dus een bepaald doel kan op een gegeven moment een beetje beheerst worden, maar kan op een later moment misschien nog veel beter beheerst worden. Dus leerdoelen zijn nooit klaar of af. Je zult ze steeds weer terug moeten laten komen. Dus een herhaald aanbod is nodig. Een ander aspect is dat, dat die leerdoelen voor verschillende leerlingen anders kunnen uitpakken. Dus dat differentiatie steeds heel erg belangrijk blijft. Ik zie dat er in de chat opmerkingen zijn, maar Baudien, nog geen opmerkingen waarop ik op hoef te reageren, neem ik aan. Nee, volgens mij, er zijn geen nieuwe opmerkingen. Okay. Dan hoor ik het.
Nou, en de opbouw van die leerlijnen is dat we verschillende doelen hebben geformuleerd. Dat we zijn gaan denken van, goh, we hebben een aantal doelen die zijn echt voorwaardelijk. Leerlingen moeten bepaalde aspecten echt onder de knie hebben voordat ze volgende stappen kunnen maken. Dan hebben we gezegd, van ja, daar zijn ook minimumdoelen. Dat zijn de doelen die leerlingen in elk geval moeten beheersen. Maar wat we heel erg belangrijk vinden is dat we hoge verwachtingen stellen. Dus we hebben streefdoelen voor alle leerlingen gesteld. En daarnaast zeggen we ook, daar waar mogelijk, versnel. Kijk of er extra streefdoelen mogelijk zijn. En vandaar ook het plaatje van de persoon die over de kloof springt. En wat Marieke net ook al in het filmpje zei, leerlingen volgen soms een heel grillige ontwikkeling. En dat we het heel erg belangrijk vinden om die leerlijnen en die leerdoelenlijsten vooral te zien als een soort streeflijst waar je kunt kijken van, goh, kunnen we niet nog een stapje verder? Wat kunnen leerlingen nog verder in hun ontwikkeling doormaken? En wat ik net al zei, alle leerlijnen en leerdoelen zijn cumulatief. Dus dat betekent, elk leerdoel bouwt voort op elkaar. En het is zo dat als het ene leerdoel aan bod is geweest, blijft het steeds herhaald aan bod komen, maar daar komen alleen maar steeds meer leerdoelen bij. Wat belangrijk is, is dus dat er een herhaald aanbod is voor inoefening en automatisering. Dus dat is dat cyclische proces. Nou, dit is dan een kleine weergave van een klein stukje van een van de leerlijnen. Dit is de leerlijn technisch lezen voor groep 3 en 4. En bij elke leerlijn hebben we het zo vormgegeven dat het in een soort cyclische vormgeving terecht is gekomen. Om te benadrukken dat het geen afvinklijst is. En dat we steeds zeggen, er zijn een aantal voorwaardelijke doelen, minimale doelen en streefdoelen voor alle leerlingen. En verder op deze pagina staan dan ook die extra streefdoelen. En als start om na te denken, waar begin ik nu bij deze leerling, hebben we een aantal denkvragen geformuleerd over de beginsituatie. Dat is natuurlijk nog niet helemaal uitgebreid gedaan of niet uitputtend. Maar ook daar zullen we nog een handreiking voor gaan maken, of in ieder geval een korte toelichting bij maken, hoe je die beginsituatie goed kunt maken en inschatten. Dus wat we hebben gedaan bij die leerdoelen is steeds kijken van, goh, welke leerlingen kunnen nu, hoe kunnen leerlingen nu door die leerdoelen lopen? Daarbij hebben we gezegd van, nou, bij de beginsituatie kijken we vooral naar de onderwijservaring en de leeftijd van de leerling. En vervolgens is het belangrijk om dan te kijken, hoe kunnen we het met een bepaald tempo door die leerdoelen. Voor de ene leerling zal dat sneller kunnen en voor de andere misschien iets langzamer. Maar wel steeds met in het achterhoofd dat je dat niet van tevoren kunt voorspellen. Een leerling kan ineens sprongen maken en misschien toch ineens versneld door een leerlijn lopen. Dus vandaar dat we alle leerdoelen op een rijtje hebben gezet. Een ander belangrijk punt is dat het belangrijk is om steeds tussentijds te evalueren. Goh, hoe gaat het nu met deze leerling? En kunnen we misschien de leerdoelen weer een beetje bijstellen? Kunnen we misschien er iets sneller doorheen gaan? Of is extra intensivering, extra instructie nodig? En als we dan kijken naar die beginsituatie, is het dus ook steeds belangrijk om te kijken welke vaardigheden beheerst de leerling al. En welke kennis heeft de leerling al, die hij vanuit zijn eigen onderwijservaring en thuistaal meeneemt. Nee, wat heel erg belangrijk is in vergelijking met de andere, de bestaande leerlijnen, zoals we ze gewend zijn, is dat we eigenlijk twee uitgangspunten hebben genomen bij de inschatting van de beginsituatie. En dat we vooral uitgaan van leeftijd en onderwijservaring. Daarbij hebben we dus een aantal denkvragen geformuleerd. En die koppeling met aanpak, zoals die ook al staat op de website van LOAN, die wordt nog verder uitgewerkt. Eén aspect wat we laten vallen
inschatting van de beginsituatie, is het aspect van taalverband. Dat hanteren we niet meer als strikt criterium. Dus we hanteren het niet meer als niet taalverwant of wel taalverwant om te bepalen in welke leerlijn een leerling terechtkomt. En de reden daarvoor is, ja, dit is een beetje een schimmig plaatje, maar het laat wel zien dat het heel lastig is om te zeggen of een taal wel of niet taalverwant is. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alle talen tot op zekere hoogte met elkaar verwant zijn. Dus dat maakt dat het een heel lastig criterium is om heel zwart-wit te stellen. Daarnaast weten we ook dat het per taalvaardigheid of deelvaardigheid van taal, maar ook bijvoorbeeld voor rekenen, die taalverwantheid een heel andere rol kan spelen. Dus voor technisch lezen kan de ene taal misschien heel behulpzaam zijn en voor een andere taal niet, terwijl het in de mondelinge taalvaardigheid nauwelijks een rol speelt. Dus ook dat maakt dat het onderscheid van taalverwant een wat lastig criterium is om te blijven hanteren. Dus we zeggen eigenlijk ook andere factoren spelen ook en misschien wel een belangrijke rol. Bijvoorbeeld hoeveel onderwijservaring heeft een leerling in het land van herkomst gehad? Hoeveel leeservaring heeft die leerling? Hoe geletterd zijn zijn ouders? Dat zijn ook allemaal aspecten die misschien nog veel meer ter zake doen dan het taalverwant, dan wel niet taalverwant. Een heel belangrijke vraag. Hoe komen we nu van doel, van leerdoel, naar onderwijsaanbod? Ik heb hier een heel kort schetsje. Dit is natuurlijk niet heel volledig gedaan, maar om even te schetsen hoe wij dat voor ons zien. En we zullen ook lesinkijkjes op de website gaan plaatsen. Is dat je goed kijkt van goh, welke doelen hebben we nu voor een bepaalde periode voor leerlingen gesteld. Nou, in dit voorbeeld is het voor mondelinge taalvaardigheid en zijn de doelen voor een bepaalde periode en les. Dat we stellen, een leerling moet actief deelnemen aan gesprekken en neemt initiatief. Kan ook een persoonlijk een verhaal navertellen en kan ook vertellen wat hij gezien of gedaan heeft. Nou, een mogelijke lesactiviteit daarbij zou kunnen zijn praten over een verkeersplaat, waarin allerlei herkenbare aspecten te zien zijn. Het schoolgebouw, stoplichten, auto's, etc. Vervolgens is het dan belangrijk om in ieder geval bepaalde belangrijke woorden voor te doen, uit te leggen, zodat die weer opgehaald kunnen worden. En dat vervolgens de leerkracht ook het gesprek gaat uitlokken. Hoe gaat dat dan bij jou? Hoe ga jij naar school? En door verschillende gesloten en open vragen en ook door prikkelende vragen te stellen om te kijken van hoe krijg ik reacties van die leerlingen. Nou, en als we dan kijken naar de observatie. Die observatie kan dus heel verschillend zijn voor verschillende leerlingen. Dat betekent ook dat leerlingen op verschillende niveaus die doelen kunnen behalen. Zeker bij mondelinge taalvaardigheid. Dus ik heb hier 3 voorbeelden gegeven. Siam doet wel actief mee aan het gesprek, maar nog niet verbaal, maar ze laat wel zien dat ze actief luistert. Een ander voorbeeld is dat Malek nog niet heel goed de taal beheerst, maar al wel specifiek naar bepaalde onderdelen van een plaat wijst en ze benoemt en dat misschien ook al in een bepaalde chronologische volgorde kan doen. Nou, en Olivia is al wat langer in Nederland en kan al in korte zinnen vertellen dat ze lopend naar school komt en met haar moeder. Dus met dit voorbeeld wil ik laten zien, die doelen kunnen ook op verschillende niveaus beheerst worden door leerlingen. Maar het is dus belangrijk om heel erg doelgericht aan je onderwijsaanbod te werken. En we hopen dus ook dat die leerdoelen daaraan bijdragen op die manier. Nou, en wat we dus bij elke leerdoelen ook geformuleerd hebben, is hoe de leraar daar dan ook specifiek aandacht aan kan besteden bij nieuwkomersleerlingen. Dus voorbeelden zijn, spreekt de leerling aan op receptieve kennis, herhaalt in korte en correcte zinnen, parafraseert, biedt visuele ondersteuning aan de hand van zo'n verkeersplaat, haalt er misschien nog andere objecten bij, houdt ook rekening met de afstand tot de thuistaal. Nou, allerlei van dit soort voorbeelden illustreren we bij de leerlijn.
Nou, dan kom ik weer terug op de opbouw en de uitwerking van de leerlijnen. We gaan dus uit van verschillende periodes waaraan je leerdoelen kunt koppelen. Dat is flexibel. Je kunt dus in periodes van een aantal weken, 3 weken of 4 of 5 weken redeneren. Dat maakt in principe niet uit. Als je maar goed nadenkt over met welke doelen moeten de leerlingen uitstromen naar het regulier onderwijs. Ik heb ook gezegd dat we aan die leerdoelen het leerstofaanbod koppelen. En vervolgens is het natuurlijk belangrijk om steeds te kijken, zijn die doelen dan behaald? Dus daarvoor is het belangrijk dat je wel periodiek steeds kijkt, door observatie, dan wel toetsing. Heb ik met mijn onderwijs die doelen bereikt die ik wilde behalen? In die zin is toetsing en observatie in deze opbouw ook veel meer een middel en niet zozeer een doel. En dus we gebruiken toetsing en observatie om te kijken of ons leerstofaanbod effectief is geweest. Nou, belangrijk is dat we de overweging hebben gemaakt dat we van toetsdoelen af willen, maar vooral willen gaan denken vanuit leerdoelen. En nou, de reden daarvoor is dat we dachten van ja, wat betekent het nu eigenlijk als een leerling bijvoorbeeld een M3-score of een DLE-5 niet of wel behaalt? Wat weten we dan? Weten we dan welke rekentekens eigenlijk beheerst hadden moeten worden? Welke klanktekenkoppelingen bij technisch lezen behaald zouden moeten zijn? Dus we hopen eigenlijk met die leerdoelen meer inhoudelijke invulling te geven aan die toetsdoelen. Dus op het moment dat je toetst, dat je ook weet, goh, een leerling behaalt misschien een bepaald DLE niet. Aan welke deel een leerstofdoelen zou ik misschien wel extra aandacht moeten besteden? Nou, wat ik net al zei, het is een groeiende webpagina. We zijn nog heel hard bezig. We zijn nu bezig met 2 overige domeinen, namelijk ook spelling en woordenschat. We hebben tips voor NT2-didactiek op een rijtje gezet. Een aantal lesinkijkjes. Waar ik jullie ook zeker naar wil verwijzen, is 2 animatiefilmpjes die op de website staan. Die heel inzichtelijk maken hoe de gedachtegang achter het werken met die leerlijnen is. En wat ik ook wil benadrukken is dat dat het nog geen statische documenten zijn. We zijn blij dat het online is. We kunnen dus ook gaandeweg dingen nog aanpassen, mocht dat nodig zijn. Nou, en hier ook nog eventjes de website. Die krijgen jullie vast ook nog toegestuurd. Nou, dan is het nu vooral de vraag, hoe kunnen we aan de slag met de leerlijnen? En we hebben ons gerealiseerd dat het echt nog wel veel vraagt. Het vraagt een denkslag, maar er zijn ook nog allerlei handvatten en handreikingen nodig. Daar zijn we druk mee bezig. Een van de dingen die we in ieder geval van plan zijn, is dat we regio-bijeenkomsten in het najaar gaan aanbieden. Die zijn op locatie, dus die zijn niet online. Met het idee dat we dan ook echt werksessies kunnen houden. Dat we echt actief met elkaar aan de slag gaan. Maar hoe ga je nu zo'n leerlijn voor jouw eigen school invulling geven? En hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat organiseren? Ik stel voor, we gaan afsluiten. Ontzettend fijn dat jullie er allemaal waren. We hebben ongeveer 50 mensen binnen gehad. Ik denk een heel, heel mooi aantal. Zo voor een heleboel van jullie is het bijna einde schooljaar. Dus geweldig dat jullie nog tijd hebben genomen om aan te sluiten. En nou ja, zoals jullie ook Femke hebben horen zeggen, we gaan volgend schooljaar gaan we in de regio bijeenkomsten organiseren waar jullie met elkaar mee aan de slag kunnen. Dus echte werksessies. Hou de website ook even goed in de gaten. En in de loop van, ik denk begin volgende week, zal de terugkijklink op de website komen te staan. En jullie weten ons altijd te vinden. Als je nog vragen hebt, mail het ons vooral en dan zullen we dat beantwoorden. Ik wens iedereen een hele goede zomer toe. Dit was overigens de laatste webinar van een mooie reeks die we hebben gedaan. Een hele fijne zomervakantie. Rust lekker uit. Heb het goed. En ik hoop dat we elkaar weer zien na de zomervakantie. Dag allemaal. Bedankt voor jullie aanwezigheid.